Of. En let's hear it voor. Rob Jawel, van Dam. Corneel, Rob van Dam, inderdaad. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Die staat niet toevallig bij jullie, hè, Denise Williams? Nee, die staat niet bij ons. Zou wel leuk zijn, natuurlijk. Ja, zeker, zeker. We hebben nog wel een van die oude, rauwe artiesten bij ons staan. Dus, noem je Denise nou gewoon oud en rauw? Nee, oud en goud. Oh, oud en goud. Ja, dan is het goed. Hé, wat heb je wel staan in Corneel? Wat we hebben staan is de 16 juli. Jan Akkerman. Grote gitaarvirtuoos, hè? Ja, zeker. Hij gaat natuurlijk nummers doen van My Brainbox. Focus gaat voorbij komen. Heel zijn muzikale oeuvre ga je horen op die avond. Hij wordt bijgestaan door Phil B, die 2 jaar geleden de Voice Senior won. Dus er zijn wel een paar goede muzikanten. Ja. En dan zijn wij een tijdje dicht. En dan is het zomer. En dan komen wij 3 september terug met de Stevie Ray Vaughan Undercover Band. En die gaan al het repertoire van Stevie Ray Vaughan spelen. Mm-hmm. Dus dat wordt een heerlijke bluesavond. Ja, dus je eindigt eigenlijk het seizoen met onvervalste blues en goed gitaarspel. En dan begin je het nieuwe seizoen ook weer mee. Precies, precies, precies. Oké. Dan hebben we het weekend van Lelystad. 19 en 11 september. Ja. Lelystad Main. Lelystad Main Festival. Daar hebben we vrijdagavond veel lokale DJ's staan, Marciano Mets, maar ook Seven Alias die daar een show komt doen. De zaterdagavond hebben we, zaterdagmiddag, Ruben Annink. En we hebben een heel mooi programma met Dirk Schelen overdag. En Hakim. En doen we het allemaal maar op. Een mooi programma van de 3 culturele de 4 culturele organisaties. En dan de zondag hebben we de Seniorendag. Met Harmonieorkest, maar ook met Ronnie Tober en Ben Kramer. Ook nog. Dus ja. Je pakt dus echt uit, wordt, hè? Ja, dat is erg, erg mooi. Ja. Zijn ook vrienden van onze show, hoor, trouwens. Want Ronnie Tober en Ben Kramer komen hier geregeld voorbij. Ja. 1 tip in de kleedkamer, flesje wijn. Ja, 2 flesjes. Oh. Ja, Rob is gelijk. Hij schrikt ervan. Goed, nou, in ieder geval hebben we het programma. Dankjewel, Rob van der Ham van Corneel. En wij wensen je natuurlijk namens alle kijkers en luisteraars een fijne zomervakantie.